Ik ben Joannette Gordijn en ik werk als onderwijsadviseur bij de TU Delft. Samen met de docent van het vak Master Thesis Preparation zochten we naar manieren om het peer review proces voor studenten motiverender te maken. Ook wilden de docenten een overzichtelijke manier om dit proces goed te kunnen volgen. En zo ontstond dit SURF-project Game-Based Thesis Preparation with Peer Review. Alweer een peer review? Waarom kijkt u niet zelf na? Als studenten kunnen wij dat toch niet net zo goed als de docent? Ik geef liever geen slechte feedback aan mijn medestudenten als ze weten dat ik het ben. Herken je deze geluiden van studenten? In de cursus was al een uitgebreid peer review proces geïntegreerd. Studenten geven per onderdeel niet alleen feedback op het werk van de ander, maar ze beoordelen ook elkaars feedback en ze schrijven een weerwoord dat vervolgens weer wordt beoordeeld. Zo reflecteren ze telkens op hun eigen werk en dat van anderen, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling als onderzoeker en kritische lezer van academische stukken. Ook al is het voor studenten veel werk, docenten zien wel dat dit uitgebreide proces tot betere eindversies van de opdracht leidt. Uiteraard is hier een goede tool voor nodig die we niet echt konden vinden, en daarom hebben we een speciaal platform ontwikkeld, de Great Library. Alle lesmateriaal staat op een overzichtelijke manier in dit platform. Het werken als avatar stimuleert het gevoel dat je als student allemaal tot dezelfde groep behoort, ook al ben je anoniem. Het is een platform geworden met spelelementen, zoals beloningen, en het is helemaal geanimeerd om het aantrekkelijker en uitdagend te maken. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar en met docenten te chatten. Voor docenten is er een apart platform waar ze de voortgang kunnen volgen en zelf het lesmateriaal kunnen toevoegen. Je kunt iedere cursus zo in de Great Library bouwen. Neem wel de tijd om alle stappen goed te ontwerpen. En gebruik bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem. En ontwikkel het proces zo dat het past bij het doel dat je met de cursus hebt en bij het niveau van de student. Al met al een bijzonder platform waar het hele peer-review-proces soepel verloopt. Wil je het ook voor je vak gebruiken? De codes zijn als open source gepubliceerd of je kunt het bij GameTailers als licentie aanschaffen.